Vanavond word ik helemaal in stijl in deze mooie Jaguar naar de couture-show van modeontwerper Mart Visser gebracht. Normaal gesproken toont Mart Visser zijn collecties in zijn eigen salon, maar voor zijn 48e show maakt hij een uitzondering. Nou, over een uurtje begint de show, maar ik mag hem nog even storen. Wat is je uitgangspunt geweest bij deze collectie? Ik vind dat het als ontwerper het meest interessant om echt maar met één gegeven te kunnen gaan werken. En ik zag die geweldige serie House of Cards. Met Robin Wright Penn erin als Claire Underwood. En ik vond het is jaren geleden dat ik zo'n sterke casting heb gezien van een vrouw. Dus die vrouw is direct zo'n stijlicoon geworden. Dus ik dacht, ik heb gewoon haar foto aan de muur gehangen. Ik dacht, weet je, hoe creëer ik hier nou een vrouw omheen in een collectie? Ik heb alleen maar lichaamsversterkende belijning gebruikt. Waardoor het allemaal heel bodyconscious is en strak. Licht jaren 80 gevoel wat je daardoor bijna weer in krijgt. Geen schoudervulling, maar gewoon een heel, een vrouw lekker maken. Ik denk dat het daarover gaat. Een vrouw lekker maken, kan iedere vrouw dat dragen, jouw creaties? Ja, ik denk het wel. Je ziet ook in mijn peloton aan mannequins vandaag is tussen de 19 en de 46 jaar. Anouk loopt ook mee, Anouk Smulders. Omdat ze natuurlijk prachtig met die lok zo helemaal op onze Claire leek. Ja. Die moet erin. Je collecties toonde je voorheen in je eigen salon de afgelopen jaren. Waarom nu in het conservatoriumhotel? Ik had weer zin in een wat mooie, grotere show met iets meer dat show-effect erin. En ik wilde wel proberen om dat salonveetje, dus dat kleinschalige, dus ja, er ook maar 140 mensen of zo in de zaal. En ik had gewoon 4 keer shows in huis dat ik dacht, gaan we gewoon weer eens wat anders doen. Ik vind het heel mooi dat hij zo duidelijk kiest op uit. Het is nooit een beetje, het is altijd helemaal iets. En dat vind ik heel cool. Ik vind het goede van Mart, hij is nooit truttig. Het heeft een touch van classiness. Maar dan met een kleine twist. Word je daar nou heel hebberig van? Dan ga je dan meteen kijken backstage en denk je van ik ga iets aanschaffen? Nee, ik hoef het zeker niet meteen. Maar ik vind wel dat ik zo 1 keer per jaar iets mag. Anouk, jij stopt ook nooit met modellenwerk, denk ik. Hè? Dat hoeft ook niet. Marten die vroeg me een paar maanden geleden bij een evenement kwam contact. Zegt hij, loop je weer een keer mee? Toen zei ik, ja, joh, met een wijntje. Tuurlijk loop ik mee. En toen dacht ik later, wat heb ik nu gezegd? Wat heb ik nou weer gedaan? Ja. Toen belde hij, ik denk, dat duurt al een hele tijd nog. En toen belde hij volgens mij, zegt hij, kom je volgende week voor de fitting? En toen zei ik ooit, wat zo gehoopt dat je het was vergeten. Ja. Maar hij was het dus niet vergeten, dus ik moest weer. Je hebt het echt fantastisch gedaan. Dat was lief van je. Echt leuk. En die bruidsjurk is echt reden om nog een keer te trouwen. Ja, oh, die bruidsjurk. Oh, ja, dat was wel. Ja, ik ben dol op kant. Ik vond het was echt heel mooi.